Dames en heren, we gaan terug van start. De jury is aanwezig. Ik wil ondertussen van de gelegenheid gebruik maken voor onze burgemeester van harte welkom te geven. Ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken. Zijn er die Gent-supporters? Ja! Oh, Gent heeft gewonnen met 0-3. Ja! En even, ik weet dat er hier wel wat Brugge-supporters zitten. Die zitten altijd gewoon van achter. Maar ze moeten een tracteur doen staan. Nee, dat is een grapje. Nee, dat is een grapje, Rudy. We moeten niet meer gaan zitten. Echt. Als ik een blauw zwarte sjalom doe, dan... Kurt, sluk op mijn neus moe. Maar... Hey, kom. Maar over tot de serieuze dingen. Iedereen is klaar? Onze tweede kandidaat is ineens klaar. Weken, uren, repetitie zijn er aan vooraf gegaan. Dames en heren, geef ze een davend applaus voor kandidaat nummer 2, Davy en Irene. Om even te relaxen in mijn zetel. Tja, wat is dat hier? Dag, zoetje. Ik ben gaan shoppen. De kinderen zijn bij uw ouders. Ik heb een biertje klaargezet. Gekocht in een speciaal winkel. Ah, wel, dat heb ik nu nog nooit gezien. Zwat, een biertje is een biertje, hè. Santé. Uit de kast. Wie zit jij nu weer? En wat doe jij in mijn salon? Hoe moet ik dat gaan uitleggen aan mijn madame? Ik ben een wensduivel en ik zat gevangen in die fles. En als beloning mag je 3 wensen doen. 3 wensen? Dat is handig. En ik mag alles wensen wat ik wil? Ja hoor, doe maar. Ho, daar moet ik toch even over nadenken hoor. Je kunt altijd grotere hersenen bestaan. Haha, nee, dank u. Ik weet het. Ik heb altijd al graag gekookt. Maak van mij een sterrenchef. Een sterrenchef. Oké, geen probleem. Stap maar in de kast. In de kast? Ja, hup vooruit. Ja, en doe maar een grote fluit ook, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, tuurlijk. Geen probleem. Stap maar in de kast. Ja.
mij nu toch hier eens staan. Mijn armen gaan haast niet omlaag. Oma spieren als een muur. Maar wat doet u? Is er iets wat ik nog kan? En is er vreugd hoe lang, hoe lang? En niet je spelen op dat spel. Dat klinkt behoorlijk fel. Een liedje op dat spel, dat is helemaal niet wel. Oh my god, wat hier een sexy leg. Een sexy leg, een sexy leg. Oh my god, wat hier een sexy leg. Een sexy leg, ja, ja, ja. Ho, ho, wacht eens even. Ik denk toch dat er sprake is van een kleine miscommunicatie. Hoezo? Je hebt toch een goddelijk lichaam? Ja, maar ik kan mijn armen haast niet bewegen. En ik denk dat je mij niet goed verstaan hebt met die grote fluit. Zeg, heb je een grote fluit vast of niet? Doe dan nu een derde wens, als je niet content bent. Oké. Wat zou ik nu eens wensen? Ik weet het. Ik wil altijd al eens prins worden. Prins? Oké, stop maar in de kast. Sprake is van een kleine miscommunicatie, hoor. Ik bedoel wel Prins Carnaval, hè? Prins Carnaval? Ja, van Merelbeke. Tja, maar dat heeft niet gezegd, hè? Plus, ik ben een duivel. Ik hoor van om u te kloten. Ja, en nu? Je kunt altijd vragen aan die mensen of je prins mocht worden. Waar komt al dat volk vandaan? Maar slot, ik ga mijn best doen om jullie te overtuigen. Ik ben niet goed, maar ik ben er wel. 20 jaar in de oorlog, en ik
Zijn we met een klein kwartiertje terug voor onze volgende ronde.